Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het JotRex. De enige echte natuurlijk. Ja, uh, ik heb weer twee vlogs vandaag opgenomen. Ik kan, heb even geen tijd om het te editen. Daarom even deze hele kleine vlog. Even uh, om. Uh, ja, uh, het te vertellen dat er dus binnenkort weer twee leuke buitenvlogs zijn. Ik ben vandaag, uh, vanmiddag ben ik uh, even. Aantal uurtjes weg geweest, kwam ook uh, omdat uh, ja de Spijkenissebrug is weer afgesloten en we moesten allemaal weer over de Hartelbrug. Ik heb gewoon echt een uur heb ik over gedaan om, uh, om weer thuis te komen, echt belachelijk. Dus, maar we hebben in ieder geval weer twee leuke buitenvlogs heb ik weer opgenomen. Nou, Efteling ging niet door. Ja, het is echt gewoon weer uh, heel erg slecht. Vandaag viel het wel mee, maar nu is het inmiddels avond en het is Echt, het is verschrikkelijk. Het regent. Het is echt niet normaal. Echt niet normaal. Wat een regen is het. Maar goed, in ieder geval. Uh, ja, uh, weer twee leuke buitenvlogs. Zeker weten de moeite om te kijken. Vooral die tweede, die is echt ontzettend leuk. Um, ja, het is vandaag zaterdag. Uh, maandag komt de eerste vlog. En dan uh, woensdag. Dan komt de leuke vlog die ik uh, heb opgenomen. Daar ben ik al eigenlijk twee jaar ben ik mee bezig. Ik wou al twee jaar... wil ik daar naartoe. Maar uh, ja, elke keer kwam het er niet van. Dus uh, ik had elke keer zoiets van... ja... Um, dat komt nog wel een keertje. Dat ga ik nog wel eens een keertje doen. Dat... Doe ik nog eventjes in de koelkast zetten. En dan ga ik later ga ik, uh, daar nog wel een keer naartoe. Nou, twee jaar uh, erover gedaan. En nu vandaag ben ik er eindelijk geweest op die locatie waar ik wou filmen. En ik was net op tijd. Dus uh, ja, dat was wel echt heel erg uh, geluk hebben. Want als ik even wat langer had geduurd. Dan uh, ja, als ik even wat langer gewacht had. Dan had het uh, ja, niet meer nodig geweest. Dus ik ben nog even ontzettend blij geweest... Om even die locatie even te filmen. Dus uh, hele leuke vlos komen er. Ja, uh, we zouden nog naar de Efteling gaan. Maar het is echt momenteel echt ruk weer. En ik heb echt geen zin om de hele dag in de regen daar te lopen. Dus het, dat komt er nog aan. Het gaat er nog aankomen, jongens. We gaan nog naar de Efteling toe. En uh, ja, ik ga even zo staan. Want die televisie, elke keer op de achtergrond, daar word ik helemaal lijp van. Daar kan ik niet tegen. Dus, ehm. Um, ja, die vlog die, uh, komt zeker weten nog. Er komt zeker weten nog een kerstvlog. Uh, of een Winter Efteling vlog 2024. Die komt er zeker weten met Kevin. Van de week zou het uh, beter worden. En dan zouden we als het goed is uh, aankomende week gaan. Dus ik hoop het. Ik hoop, dat het uh, ik hoop dat het doorgaat in ieder geval. Dat is eigenlijk eventjes uh, het punt. In ieder geval twee leuke bij het vlog. Maandag ga ik weer een cash show doen. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Is dat. Dus uh, hou, het, ja, hou het, kanaal in de gaten. Ik ga morgen ga ik beginnen met uh, de kerst, want uh, er is nog helemaal 0,0 kerstverlichting in mijn huis. Kijk maar, helemaal nog helemaal niks, helemaal noppen, hebt... nog helemaal uh, noppie. Dus uh, ja, we gaan. Uh, ik ga zeker weten. Ga ik uh, mijn kerstdingen uh, uh, doen. Er komt nog een kerstboom ook. Ja. Het is de eerste kerst zonder, uh, zonder mijn twee kindjes. Uh, Dribbel en Bokito natuurlijk. Uh, dus ja. Um, het is uh, niet echt een heel erg leuk jaar geweest. Dit jaar. Maar. Um, ja. Uh, nu de katten er niet meer zijn. kan ik wel de kerstboom ophangen. Ik was pas geleden. Was ik, uh, um, wacht even. Ik ga heel even die, die camera even goed zetten. Want die camera die is echt. Zo, zo is het een stuk beter. Um, wat ik wou zeggen. Ik heb natuurlijk al die tijd heb ik geen kerstboom. Want uh, ja, de katten gingen erin hangen en zo. En nu ik geen katten meer heb, kan ik dus ook weer een kerstboom hangen. Dus ik ga ook echt de kerstboom ga ik, uh, opzetten. Uh, ik ga morgen beginnen met de verlichting, ga ik hier ook. Oh. En ik wil nog een extra verlichting gaan kopen. En die komt uh, in de keuken. Komt die. Uh, in, de keuk, in de keuken. Die kant op. Ja... Ik doe het even de andere kant op. Maar daar is de keuken. Uh, de keuken die ga ik ook nog verlichten. Dat lijkt me wel ontzettend gaaf, lijkt me dat. En ik wil sowieso hier lampjes op ha hangen. Doe ik elk jaar. En ik wil ook uh, ja, dit jaar voor het eerste kerstboom. Dus dat is ook wel echt heel erg leuk. Dit was even de vlog. eventjes. ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Abonneer even op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. als er weer een nieuwe video of livestream is. En uh, hou dus aankomende week het kanaal in de gaten. Want er komen hele leuke video's komende. Dus ik zou zeggen, jongens, bedankt allemaal. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.